Leuk dat je ook dit tweede deel van het college volgt. Hyperdialect, dat is waar we het over gaan hebben. Wat is hyperdialect eigenlijk? En hoe verschilt hyperdialect van hypocorrectie, ook een bekend begrip binnen de taalkunde? Hoe relateert geslachtsmarkering aan hyperdialect? Deze vragen gaan we beantwoorden aan de hand van verschillende type data. Enkele data van een schriftelijke vragenlijst en enkele data van een mondelinge vertaaltaak. Welke variatie zien we en kunnen we daar patronen in vinden? En is hyperdialect wel echt dialect? Welkom bij dit tweede deel van het college over variatie en verandering van geslachtsmarkering in Brabants dialect. In het eerste deel hebben we gezien dat lokale dialecten plaatsmaken voor meer regionaal georiënteerde variëteiten, de regiolecten, en dat er ook nieuwe taalvarianten bijkomen. Dit nieuwe dialect wordt ook wel hyperdialect genoemd. Dit hyperdialect vertoont afwijkingen van de traditionele dialectregels. Hyperdialectismen zoals Klupske en een oma zijn in de ogen van veel dialectsprekers fout. Sprekers die fouten maken, spreken geen echt dialect. Maar tegelijkertijd zien we dat dit soort hyperdialectismen ook een belangrijke rol spelen in het behoud van dialect, als een soort verzetstrategie. Hoe zit dat precies? De begrippen hyperdialect en hyperdialectisme zijn verwant aan het verschijnsel hypocorrectie. Het belangrijkste verschil is dat hypocorrectie is gericht op de aanpassing aan de standaardtaal, terwijl hyperdialect juist het dialect, de niet-standaardtaal, als doel heeft. Hypercorrectie betekent dat sprekers bepaalde varianten met prestige bewust gaan inzetten, ook op momenten dat je dat helemaal niet zou verwachten. Stel, we nemen even een tweede taalspreker van het Nederlands in gedachten die moeite heeft met de regels voor woordgeslacht. Hij of zij weet niet goed wanneer je nou de moet gebruiken en wanneer het. Dit leidt tot onzekerheid en soms ook tot een sterke behoefte om het wel correct te doen. Omdat door tweede taalsprekers algemeen vaak wordt gekozen voor de bij een onzijdig woord, bijvoorbeeld de meisje, kan op een gegeven moment ook het omgekeerde gaan gebeuren. Het wordt dan de prestigevariant en wordt ingezet als de juist de norm is, bijvoorbeeld het jongen. Dit is een erg gemarkeerd voorbeeld, maar illustreert wel het principe van hypercorrectie. Het lidwoord het in het voorbeeld heeft prestige. Dat wil zeggen dat het wordt geassocieerd met keurige standaardtaalsprekers. Dialectvarianten kunnen ook prestige hebben, maar dan een ander soort. Dialect wordt niet geassocieerd met de standaardtaal en met maatschappelijk aanzien, maar roept eerder gevoelens op van gezelligheid, gemoedelijkheid en solidariteit. Dit wordt aangeduid met de term bedekt prestige. Als overgeneralisatie van varianten met bedekt prestige plaatsvindt, kan daarna worden verwezen met de term dialectologische hypercorrectie. Desalniettemin zou het beter zijn om een afzonderlijke term te gebruiken. Daarom is het begrip hyperdialect in het leven geroepen. In deel 1 van dit college zagen we al dat dialect- of regiolectsprekers de neiging kunnen hebben om elementen die van een ander dialect of van het standaard Nederlands verschillen extra te benadrukken. Bijvoorbeeld als het gaat om mannelijke geslachtsmarkering, zoals in een hillen ouwe oma. Of als het gaat om verkleinwoorden, zoals we hebben een clubske opgericht. Volgens de literatuur zijn er twee soorten hyperdialectisme. Het eerste soort wordt bewust geproduceerd door moedertaalsprekers van het dialect. Dit is gericht op polarisatie. De sprekers willen zich bijvoorbeeld onderscheiden van sprekers van het naastgelegen dialect. Ze willen hun lokale identiteit via taal profileren. Het tweede soort hyperdialectisme wordt eerder onbewust geproduceerd door sprekers die het dialect niet voldoende beheersen, bijvoorbeeld omdat ze het op latere leeftijd hebben geleerd. Zij passen een dialectkenmerk overmatig toe in contexten waar het kenmerk volgens de historische dialectregels niet thuis hoort. Ze weten niet beter en doen maar wat. Toch is dat ook niet helemaal waar. Deze sprekers hebben wel degelijk iets van het dialect opgepikt, in elk geval genoeg om door te hebben wat de typische kenmerken ervan zijn. Door die dan juist te gebruiken, ook al is het niet helemaal volgens de regels, kunnen ze laten zien dat ze verbonden zijn met de regio. Laten we nu eens verder inzoomen op hyperdialectisme en geslachtsmarkering. In het Brabants wordt onderscheid gemaakt tussen mannelijke, vrouwelijke en onzijdige markeringen bij enkelvoudige zelfstandige naamwoorden. Deze markeringen vinden plaats op adnominale elementen, dat wil zeggen lidwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, bezittelijke voornaamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. De mannelijke markering is het meest afwijkend ten opzichte van het standaard Nederlands en staat in dit college centraal. In het Nederlands zeggen we bijvoorbeeld de hond en een hond,
Maar in het Brabants plakken we daar een speciale uitgang achter, namelijk den hond en een hond. Die verbindings-n bij mannelijk geslacht is echter niet verplicht en is afhankelijk van de fonologische omgeving, namelijk de beginklank van het zelfstandig naamwoord. Is die beginklank een klinker, een H, een B, een D of een T, dan komt er een N achter de E-uitgang, dus niet een hond, maar een hond. Als steekproef heb ik gekeken hoe geslachtsmarkering in het Brabants wordt toegepast in de online vragenlijsten Vraag en Antwoord. Deze vragenlijsten zijn in 2014 en 2015 beschikbaar gesteld via het verhaalvanbrabant.nl. Eind 2015 hadden bijna 1300 participanten één of meerdere vragenlijsten voor Noord-Brabant ingevuld. In de vragenlijsten moesten zij onder andere zinnen uit het standaard Nederlands schriftelijk naar het Brabants dialect vertalen. In sommige van die zinnen was sprake van geslachtsmarkering. Kijken we bijvoorbeeld naar het mannelijke zelfstandig naamwoord hoed. We zien dan drie verschillende varianten voorkomen. De verwachte markering, munnenhoed, de onverwachte markering, munnenhoed en de onverwachte variant, munhoed. In totaal gaven bijna 700 mensen een vertaling. Daarvan gebruikte maar 50% de verwachte geslachtsmarkering met verbindings-n, dus munnenhoed. Ongeveer 30% liet de verbindings-n weg, dus munnenhoed. En ongeveer 20% gebruikte helemaal geen markering, zoals in het standaard Nederlands, munhoed. Het percentage verwachte antwoorden is veel hoger voor het vrouwelijke zelfstandig naamwoord camping. Maar toch waren er ook een aantal participanten die ook daar de mannelijke markering toepasten, namelijk dun camping. Dit is vooral verrassend omdat we deze markering ook niet zouden verwachten als camping een mannelijk zelfstandig naamwoord zou zijn, want het naamwoord begint met een k-klank die geen verbindings-n krijgt. Opgemerkt moet worden dat camping een leenwoord is, dus vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen of leenwoorden zich in relatie tot geslachtsmarkering afwijkend gedragen. Met het oog op de toekomst van dialect is het vooral ook interessant om te kijken naar wat de jonge generatie doet. De vragenlijsten van Vraag en Antwoord zijn vooral door 50-plussers ingevuld. Daarom heb ik in een kwalitatief onderzoek data verzameld van 15 jonge sprekers uit regio Eindhoven. Dit heb ik gedaan op een middelbare school in Eindhoven. Zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar en op verschillende schoolniveaus, VMBO-T, HAVO en VWO, hebben deelgenomen. Zij voeren een semi-gestructureerde vertaaltaak uit in groepjes van 3. In deze taak moesten zij zinnen met simpele en complexe naamwoordgroepen mondeling vertalen van het standaard Nederlands naar hun eigen manier van spreken, met leeftijdsgenoten onder elkaar. Het woord dialect is expres niet gebruikt om zo natuurlijk mogelijk taalgebruik te ontlokken. Alle spraak werd opgenomen en achteraf getranscribeerd. Bovendien vulden de deelnemers ook nog een sociolinguïstische vraaglijst in over dialectgebruik en maakten ze een pronominale referentietest om hun kennis van woordgeslacht te toetsen. Daarbij moesten zij het juiste verwijswoord, hij, zij of het, kiezen om naar een zelfstandig naamwoord te verwijzen, bijvoorbeeld het naamwoord hoed. Zoals, er hangt een hoed aan de kapstok, hij is duur. De resultaten lieten drie soorten variaties zien. Allereerst waren er weglatingen van geslachtsmarkering. Sommige deelnemers gebruikten helemaal geen geslachtsmarkering, zoals in het standaard Nederlands. Ten tweede waren er deelnemers die hyperdialectisme gebruikten, mannelijke markeringen bij vrouwelijke en onzijdige naamwoorden, bijvoorbeeld unnekoe en munnebed. Maar de meest fascinerende bevinding is dat jonge sprekers ook innovatieve markeringen gebruikten. Deze heb ik hypermarkeringen genoemd. In deze hypermarkeringen wordt geslachtsmarkering als het ware in tweevoud toegepast, bijvoorbeeld unnekoe. Wat ook opvalt is dat er aanwijzingen zijn dat de positie van de naamwoordgroep in de zin uitmaakt of er markering wordt toegepast. Zinsdelen die extra opvallen, bijvoorbeeld doordat ze vooropgeplaatst zijn in de zin, krijg je eerder een markering dan zinsdelen in basispositie. Zo vond ik bijvoorbeeld, we hadden naar de tijger gekeken, maar ook, diene bange tijger had ze niet gezien. Deze zinnen zijn vertaald door dezelfde spreker. Opvallend is ook dat er geen verband was tussen de resultaten op de pronominale referentietest en het gebruik van geslachtsmarkering. Kennis van woordgeslacht was dus geen garantie voor het toepassen van een verwachte geslachtsmarkering. Uit de sociolinguïstische vragenlijst bleek bovendien dat de meeste deelnemers niet van huis uit dialect spraken,
als moedertaal, maar er wel bekend mee waren via familieleden of vrienden. Samenvattend valt op dat er geen sprekers waren die het originele systeem voor geslachtsmarkering gebruikten. Dat wil zeggen de traditionele regels volgens grammaticaboeken van het Brabants rond de jaren 60-70. Ook valt op dat markering vaker wordt toegepast op het indefinite lidwoord een dan op het definite lidwoord de. Dit heeft mogelijk te maken met de informatiestatus van de naamwoordgroep. Het indefinite lidwoord verwijst typisch naar nieuwe informatie in de zin en krijgt in die rol ook vaak wat meer nadruk. Dit is in lijn met de observatie dat markering mogelijk vaker voorkomt in opvallende zinsposities. Verder zien we naast weglating van geslachtsmarkering, zoals we zouden verwachten in tijden van dialectnivellering, ook overgeneralisatie, hyperdialectisme dus. Een laatste opvallende observatie is dat jonge sprekers in geen geval markering op adjectieven, bijvoeglijke naamwoorden toepassen. Bij een voorbeeld als dun dikke boer krijgt het lidwoord de verwachte markering, maar wordt bij het adjectief dikke geen verbindings-en gebruikt. Dit is een extra aanwijzing dat geslachtsmarkering mogelijk niet langer alleen congruentie en geslacht aanduidt tussen het zelfstandig naamwoord en de adnominale elementen, maar ook nieuwe functies krijgt. In de voorgaande voorbeelden hebben we gezien dat dus zowel oudere als jongere generaties hyperdialectisme gebruiken. Waarschijnlijk hebben zij wel één ding gemeen, namelijk dat ze minder vaardige dialectsprekers zijn en de precieze regels niet kennen, en dat ze dus maar wat doen. Of, zoals voor een enkeling kan gelden, dat ze wel degelijk dialectkenners zijn en als een soort act of protest overmatig geslachtsmarkering toepassen om weerstand te bieden aan dialectverlies. Het feit dat er in beide gevallen in meer of mindere mate sprake lijkt te zijn van agency roept een interessante vraag op. Hoe hangt het gebruik van hyperdialectisme samen met de constructie van regionale identiteit? Voor nu kunnen we nog even terugkeren naar de stelling die hoorde bij dit deel van het college, namelijk sprekers die fouten maken spreken geen echt dialect. We hebben gezien dat het dialect als authentieke, plaatsgebonden moedertaal van de oudere generaties plaatsmaakt voor een nieuw soort dialect met hyperdialectvormen. Het lijkt er zelfs op dat dit soort hyperdialectvormen, die vanuit een normatief perspectief als fouten worden gezien, nodig zijn om dialect levend te houden, bijvoorbeeld voor de jongere generaties. Vanuit taalkundig perspectief is het interessant om te bestuderen welke plaats hypervormen innemen binnen het taalsysteem en binnen het taalrepertoire van sprekers. Maar ook dit roept weer een interessante vraag op. Is er bij dit nieuwe dialect niet sprake van een soort hernieuwde authenticiteit? Hier ga ik in het derde deel van dit college verder op in.